De een maakt zich grote zorgen, volgens de ander valt het allemaal wel mee. Maar bij het bepalen van het beleid voor volgend jaar kan niemand om het tekort heen op de begroting van 8 miljoen. De tekorten ontstaan overigens vooral op bijstand, doordat we minder geld van het Rijk krijgen. Een onnavolgbaar verdeelmodel landelijk leidt ertoe dat wij 8 miljoen structureel minder krijgen, terwijl de sociale dienst het beter doet dan landelijk gemiddeld. Nou, leg dat maar eens uit. Dat is ook heel moeilijk, dus terecht dat daar vragen bij zijn. En de oplossing is gevonden deels in technische maatregelen. Erfpachtinkomsten die we jaarlijks hadden, zagen we als een soort meevaller. Daar hebben we nu van gezegd, die gaan we in de boeken zetten. Daar komt een heel belangrijk deel van het geld vandaan. En een paar kleinere bezuinigingen die er ook in zitten. En belangrijk, gemeenschappelijke regelingen, uitvoeringsorganen waar de gemeente mede-eigenaar van is. Ja, daar vragen we ook een bijdrage van. De wethouders spreken de hoop uit dat Den Haag over de brug komt om de tekorten met name in het sociaal domein. Waarmee ze eigenlijk bedoelen de tekorten op de participatie, om die te dichten. Ik twijfel daaraan, heel eerlijk gezegd, want er is een demissionair kabinet. Dat neemt dergelijke besluiten meestal niet. Dus ik ben benieuwd of Den Haag inderdaad over de brug gaat komen. Dat zal toch waarschijnlijk afhankelijk worden van het nieuwe kabinet. En dat is er voorlopig nog niet. Als je denkt aan de gat in de brug, de visbrug, naar die 850.000 euro. Dat is nog geen miljoen, maar dat is één ding. Je kan dingen ook niet doen. Je kan, en dat is ook een vorm van bezuinigen. Als het niet nodig is, niet doen. En zo zijn er vast nog wel meer zaken te vinden. Tegen dat 2021 is, zitten we op 12 miljoen. Per jaar tekort. Want dat ligt aan een heleboel dingen. En daar wordt niet op ingegaan in de kadernota. Ik heb vooral in mijn woordvoering gezegd, ga dat sociaal-economisch nou eens verbeteren. Verander het ook nou eens. Haal andere sectoren binnen. Pak daar in feite die werkgelegenheid op. Laat die baan ontstaan. Geef dan mijn ander profiel aan Dordrecht. En laat dat zo gebeuren dat mensen ook daadwerkelijk aan het werk komen. En we hebben vanavond ook al tegen elkaar uitgesproken dat er ook wellicht door toch nog door betere samenwerking van zorginstellingen en ook betere afspraken met elkaar, dat er daardoor meer efficiëntie wellicht nog te behalen valt. Waardoor partijen wat goedkoper kunnen gaan werken, et cetera. We hebben te weinig aanbod aan het hoge segment woningen. En ja, dat is toch het cement van de stad. Door die hogere inkomens kunnen we ook heel veel voorzieningen in de stad betalen. Dat is wel een van de punten die wij in deze begroting, of richting deze begroting, echt aandacht voor willen hebben. Dat we echt nu werk gaan maken om voldoende woningen ook voor de hoge segment in de stad te krijgen. Ik ervaar altijd miljoenen tekorten als een drama die we opvoeren, wat helemaal geen drama is. Zo'n stadsbegroting is eigenlijk voortdurend in beweging, omdat je ook voortdurend geld uitgeeft en geld weer binnenkrijgt. Alle partijen hebben hun moties ingediend. Komende week wordt er verder vergaderd en alles op elkaar afgestemd voor de vergadering van 27 juni.